Welkom bij Vrijmibeurs nummer 13 van vrijdag 25 december 2020, oftewel eerste kerstdag. Dus als eerste natuurlijk fijne kerstdagen toegewenst en leuk dat je in ieder geval weer mijn video aan het kijken bent. In deze video gaan we een paar onderwerpen bespreken met als eerste ARK Invest, de ETF's van ARK Invest. Heel veel mensen zijn daarin geïnteresseerd, maar bij de meeste Europese brokers zijn ze niet te koop. Al kwam ik er van de week dus wel eentje tegen. Ik heb inmiddels een order geplaatst en ik ga in deze video uitleggen waar dat is en hoe ik dat heb gedaan. En vooral ook waar je op moet letten in deze situatie. Daarnaast heb ik een paar korte updates over video's van de laatste weken. Zoals de dividendtrekker heb ik wat feedback op ontvangen. Het pensioenbeleggen, daar ga ik nog wat meer over vertellen. En hoe je in de laatste week van dit jaar nog wat geld kunt besparen. En we sluiten deze video af met een leuke aankondiging. Om het knallend het jaar uit te gaan. Weer genoeg onderwerpen dus om te gaan bespreken en om te blijven kijken in deze video. Dus laten we snel gaan beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Een video van de Vrijmibeurs serie. Een serie die we elke week maken op vrijdag. Waarin we eigenlijk het meest belangrijke, het meest interessante nieuws van de afgelopen week bespreken. Maar ook onderwerpen die ik in deze video dus wel kan bespreken. Omdat ze wel interessant zijn, maar niet interessant of groot genoeg om er een hele video over te maken. Nou, een van die eerste onderwerpen is dus de ETF van ARK Invest. En de meeste beleggers kennen ARK Invest of Cathie Wood wel. Vooral een paar jaar geleden erg bekend geworden vanwege hun koersdoel voor Tesla. Toen zei ze, over een paar jaar zal Tesla, ons koersdoel is de verwachting $4.000 per aandeel. Nou, we hebben inmiddels een aandelensplitsing meegemaakt, maar als we dat even omrekenen, dan zagen we dat op het moment dat ze in de S&P kwamen, $700 bijna aantikte. Keer 5 vanwege de aandelensplitsing, dat was bijna $3.500. Dus best wel in de buurt van de 4.000 die een paar jaar geleden werd genoemd en waarvan we toen nog dachten van, dat is wel heel erg veel geld, maar ja, we zitten toch weer heel dichtbij, dus een goede voorspelling. En sowieso doet ARK Invest het wel goed dit jaar, zeker. Want het is het belegde vermogen dat ze hebben, het onderbeheer, is naar bijna $50 miljard gegaan. Heel veel fondsen zijn bijna verdubbeld of meer dan verdubbeld, waardoor het gewoon heel erg goed gaat. En dat zie je ook heel veel terug, want ARK Invest, of in ieder geval Cathie Wood, wordt heel veel gevraagd voor interviews. Juist om over 2020 te spreken, maar ook een beetje haar verwachtingen voor de toekomst. Dus ga dat zeker doen als je nog tijd over hebt de komende dagen. Kijk die interviews, want daar kun je best wel veel van leren. En veel van jullie hebben ook interesse in ARK Invest, in hun fondsen, in hun gedachten, in hun onderzoeken. Het is alleen heel erg jammer dat we niet hun ETF's kunnen kopen. Die zijn echt gericht op de Amerikaanse markt. Ze zouden natuurlijk ook wel in Europa verkocht kunnen worden. Maar dat is nu niet het geval, omdat ze niet over de juiste documenten beschikken om ze ook hier te mogen verkopen. Al kwam ik er dus gisteren was het achter dat er wel een mogelijkheid is om het te kopen. En via de broker genaamd eToro. Zoals je misschien wel weet, ben ik sinds een paar weken ook aan het beleggen via eToro. Juist om wat meer richting de korte termijn te doen. Dan is het heel erg aantrekkelijk om het via eToro te doen. Vanwege de lage kosten of überhaupt geen kosten. Als een soort van backup voor de Giro op drukke momenten. Want dan ging het nog wel eens ooit mis bij de Giro. Dus dat was voor mij de reden om voor eToro te kiezen. Ik heb daar trouwens al eerder een review over gemaakt. Ik zal hem hier even boven linken. Maar ook zeker onder deze video. Zodat je altijd die review kan kijken. En dan vind je trouwens ook een link naar eToro. Dat mocht je je willen aanmelden. Mocht je een account willen aanmaken. Maak dan gebruik van die link. Daarmee help je het YouTube kanaal. En dat zou ik heel erg waarderen. Maar van de week was ik dus een van die interviews met Cathie Wood aan het kijken. Toen ik dacht van, hoe zou het zijn? Zijn deze ETF's inmiddels al in Europa beschikbaar? Ik wist dat het niet via de Giro was. Toen dacht ik, laat ik het dus via eToro kijken. En als we bij eToro bovenin de balk zoeken naar ARK, dan krijgen we verschillende resultaten. En de eerste drie zijn ETF's van ARK. En de ETF's die eToro dan aanbiedt zijn ARK-K, ARK-F en ARK-W. Nou, kijken we even op de site van ARK voor wat meer informatie. Ten eerste dus ARK-K, K op het eind. De grootste ETF eigenlijk die ze hebben en die alle sectoren volgt waar zij in geloven. Dat is eigenlijk een soort van combinatie van al hun andere ETF's samen. Dit jaar plus 83% rendement, dus het gaat heel erg goed met deze. En de grootste posities die zij hebben is Tesla met 10%, Roku met 7% of Square met 5%. Nou, de volgende was ARK-F, oftewel de fintech ETF van ARK. Alles wat met mobiele betalingen en dat soort dingen te maken. Financiële technologie voor de komende jaren. Nou, dit jaar plus 65%, dus ook dat gaat heel erg goed. De grote posities in deze ETF zijn Square, Adyen en PayPal. En de laatste ETF die eToro aanbood was ARK-W, oftewel ARK-W.
hun next generation internet ETF, zeg maar, terwijl alles richting de cloud gaat. Ook daar heel veel veranderingen. Dit jaar plus 88%, dus ook heel erg goed, bijna verdubbeld. En de grote posities hierin zijn wederom Tesla, Square en Spotify. Laten we een van deze ETF's als voorbeeld nemen en behandelen in deze video. Dat is ook de ETF waar ik het meeste interesse in heb, in ieder geval waar ik mijn eerste aankoop in wil gaan doen. En dat is ARK, hun grote ETF, hun grootste positie, die eigenlijk een beetje een samenvatting is dus van alle andere ETF's die ze hebben. Als we deze bekijken, dan zien we hier ook een post van eToro zelf, dat ze het eigenlijk pas 4 dagen geleden hebben aangekondigd. Een heleboel nieuwe aandelen aangeboden en 1 daarvan, of eigenlijk 3 daarvan, waren deze van ARK. En bovenin zien we trouwens ook staan dat deze ETF de koersen van de Nasdaq volgt. Nou, mochten we nou interesse hebben en deze willen kopen, dan klikken we rechtsboven op handelen. En dan komt er een pop-up waar wij eigenlijk alle informatie zien die we nodig hebben. Maar wat dan ook meteen opvalt is de tekst CFD-handel. En als je al langer dit kanaal volgt, dan weet je dat ik het niet zo op CFD's heb. Dat heeft een paar redenen. Ten eerste heb je vaak een contract. CFD is Contract for Difference. En je bezit dus niet het onderliggende product. Dus ja, dat is altijd al een beetje lastig, omdat je eigenlijk als aandeelhouder ook echt het fysieke aandeel, of ja, fysiek aandeel, het echte aandeel zou willen bezitten. Ten tweede is het zo vaak dat bij CFD's te maken krijgt met extra kosten, dus dat moet je zeker in de gaten houden. Maar een van de belangrijkste punten waarom ik CFD's niet interessant vind, en ik zeker niet, ja, misschien wel interessant vind, maar niet aanraad aan heel veel mensen, dat is eigenlijk het hoge risico, want je kunt gaan werken met hefbomen. Een aandeel, als je dat normaal koopt, is eigenlijk de hefboom 1. Elke euro die je erin steekt, tegenwoordig gewoon 1 euro. Nou, met hefbomen kun je dan doen bijvoorbeeld hefboom 5, 10, 20, misschien wel hoger. Waardoor je eigenlijk 1 euro inlegt en misschien 20 euro mee gaat spelen. Dat is heel erg leuk als het goed gaat. Kun je heel veel rendement maken, heel veel geld verdienen. Maar de kans dat het goed gaat is niet zo heel groot. En als het misgaat, dan gaat het ook goed mis. Want dan gaat het aandeel misschien 1 of 2% onderuit. Maar dan gaat jouw positie 20 of 40% onderuit. Dus dan kun je heel veel geld verliezen. En daarom vind ik CFD's niet zo interessant. Maar toch is het zo dat ik deze ETF heb gekocht. Ook al is het een CFD. Dus ik wil even uitleggen waarom ik daarvoor heb gekozen. Ook weer daar een paar redenen voor. De eerste is wat ze noemen TINA. There is no alternative. We kunnen er, zoals gezegd, in Europa eigenlijk normaal deze ETF niet kopen, omdat die hier niet aangeboden wordt. Dus als ik dan niet voor deze CFD zou kiezen, dan zijn er 2 mogelijkheden. Of ik koop het überhaupt niet en ik heb ook geen positie in ARK. Of ik ga alle aandelen in de juiste verhouding van die ETF ook kopen, zelf bijhouden. Heb ik heel veel geld voor nodig, heel veel tijd voor nodig, dus dat is ook niet te doen. En zeker aangezien ik het maar met een kleine positie ga doen, misschien zal ik hem uiteindelijk uitbreiden naar misschien een paar duizend euro. Maar dat blijft altijd maar een paar procent, maximaal 3% van mijn, totale vermogen, belegde vermogen. Dus dan kan ik ook wat meer risico nemen. Maar zeker in het begin gaat het over een paar honderd euro, dus ja, zeker onder de 1%. En dan ben ik wel bereid om dit op deze manier in ieder geval te doen. Een tweede belangrijke reden dat ik hem toch koop is dat ik geen extra kosten kan ontdekken. Als we gaan kijken naar die pop-up, dan zien we onderaan ook extra kosten normaal staan, toeslagen. Die zijn er dus nu niet. Dat is altijd al fijn. Maar mogelijk hebben ze wel zo dat ze de 0,09% die ze voor CFD stellen ook hiervoor tellen. Dat betekent wanneer je het aankoopt, dan heb je te maken met een spread. Dat is 0,09%. Niet zo'n heel groot bedrag. Dat zouden mogelijk de kosten zijn die dan wel in rekening worden gebracht. En zoals je misschien net al hebt gezien in de pop-up, we hebben hier niet te maken of überhaupt de keuze uit een hefboom. We gaan dus altijd handelen keer 1 en niet keer 5, keer 10, keer 20, weet ik welke hefbomen er mogelijk zijn. Dus dat gaat al een heel veel risico gaat er dan eigenlijk weg. Dat zijn redenen waarop ik dan toch denk van ja, ik kan het niet doen om die redenen, maar dan kan ik ook nooit dit aandeel bezitten. Dus laat ik dan toch op deze manier maar een kleine positie nemen in het fonds in ARK. En dus heb ik vanochtend een kleine positie, een kleine order geplaatst van 3 aankopen. Of ja, in ieder geval 3 aandelen aangekocht. Die worden gevuld of uitgevoerd zodra de markt weer open gaat. Ik denk dat dit aanstaande maandag pas is. Ook dan kan ik pas echt goed zien welke kosten er in rekening worden gebracht. Dus dat ga ik zeker met jullie delen wanneer ik meer informatie erover heb. Grote kans dat dat via Instagram is. Dus mocht je me nog niet volgen, @eenpassiefinkomen, blijf je altijd op de hoogte van de laatste informatie. En zeker ja, ook kleine informatie die ik met jullie wil delen. Kleine nieuwsberichten en dat soort dingen. Dus er komt best wel veel voorbij. En ik hoop dus eigenlijk dat je daar ook meer informatie kunt uithalen dan alleen de video's van dit kanaal. En mocht je nou ook interesse hebben om te gaan beleggen via eToro, misschien vanwege deze ETF's,
Ook al zijn het de CFD's, hou daar wel even rekening mee. Of juist andere aandelen. Ik heb al eerder een video gemaakt, een review gemaakt over eToro. Wat ik daar goed aan vind en waarom ik het heb gekozen. Een link daarvan, zoals gezegd, vind je onder deze video terug. En dan vind je ook de link terug om een account aan te maken. En zoals gezegd, als je dat doet via die link, dan help je daarmee het kanaal zonder dat het jou iets extra's kost. Dus dat zou ik erg waarderen. Gaan we door naar het tweede onderwerp van deze video. En dat zijn eigenlijk een paar korte updates. Met als eerste de dividendtracker. Daar maakte ik afgelopen maandag een video over. Een Excel sheet. Nee, ik moet zeggen een Google sheet. Zodat mensen die konden aanvragen zelf in konden vullen. En eigenlijk altijd al je dividendaandelen kunnen bijhouden. Om te zien welk dividend je krijgt. Hoe dat verdeeld is. Welke groei je meemaakt en dat soort dingen. Daar heb ik wel een paar vragen. Best wel veel vragen en veel feedback op ontvangen. Heel veel mailtjes, heel veel berichtjes gewoon. Ik kan niet overal meteen op reageren. Maar ik ga ze zeker wel lezen. En ook dingen die ik mee ga nemen naar een volgende update. Een van de vragen die ik vaak voorbij zag komen is. Komt er ook een Excel versie? Nou, ik ga zeker kijken naar de mogelijkheden. Maar ik weet, met Google Sheet is vaak voor heel veel mensen makkelijk. En we kunnen gebruik maken van Google Finance en de importfuncties. Om data bijvoorbeeld bij FinVis weg te halen. Ik moet even kijken hoe dat dan gaat wanneer je Excel gaat gebruiken. Heeft Microsoft volgens mij zelf ook wel aandeleninformatie ingebouwd zitten. Maar ik moet even kijken hoe dat gaat. Maar ik ga zeker kijken of dat mogelijk is. En mocht je nou suggesties hebben of tips hebben hoe ik dat kan doen, laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. En ik kreeg ook wat feedback over de Nederlandse aandelen of ETF's, dat daar niet alle informatie binnenkwam of überhaupt geen informatie. Dus ik ga ook even daar kijken hoe ik dat kan doen, hoe ik dat kan verbeteren. Mogelijk met Google Finance of met FinVis of een andere website om toch in ieder geval die data erin te halen. Of in ieder geval een betere uitleg van hoe je het dan eventueel handmatig in kan voegen. En ook hiervoor geldt, mocht je nog tips hebben, laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. Ten tweede dan een korte update over pensioenbeleggen. Een video die ik vorige week maakte, want pensioenbeleggen kan best wel interessant zijn. Zeker als je nog jaarruimte hebt, zo aan het einde van het jaar. Kijk even of je nog die ruimte hebt en wat de mogelijkheden dan voor zijn. Want als je juist pensioen gaat beleggen, ga je eigenlijk beleggen vanuit je bruto inkomen in plaats van je netto inkomen. Je kunt dus in principe belastingvrij een gedeelte inleggen. Aangezien je dan meer inlegt, kan dat harder groeien of groeit het naar een groter bedrag. En als laatste heb je dan, wanneer je met pensioen bent, kan je dat bedrag opnemen en betaal je een lager belastingpercentage. Maar daar moeten we even op letten, want dat is eigenlijk alleen het geval tot een inkomen van 34.000 euro per jaar onder het huidige stelsel. Wie weet hoe het in de toekomst is. Maar mocht je nou al nu al rekening houden dat je in de toekomst meer dan 34.000 euro per jaar gaat verdienen, dan is het misschien wel interessant om te kijken of het dan wel het slimste is om te gaan pensioenbeleggen. Of dat je juist moet gaan kijken of er andere mogelijkheden zijn waardoor het wel interessanter is. Bijvoorbeeld juist een gedeelte van je geld zeg maar in vastgoed te doen, vastgoed te gaan verhuren, want dat is dan weer, die inkomsten zijn belastingvrij. Nou is 34.000 euro per jaar gewoon heel veel geld. Maar wie weet hoe jij er in de toekomst voor staat. Hoeveel vermogen jij op kunt bouwen. Misschien heb je wel een passief inkomen daarnaast. Dus mocht je terwijl je met pensioen bent toch nog gewoon een inkomen hebben. En je via deze pensioenbeleggingen ook nog geld kunt krijgen. Dan ga je misschien weer het volledige bedrag betalen van de inkomstenbelasting. Dan is het misschien wel niet zo interessant. Dus zeker een punt om bij te houden van hoeveel denk je later als je met pensioen bent jaarlijks nog als inkomen te hebben. En stem daar dus je pensioenbeleggingen op af. En een derde korte update over geld besparen voor 2021. Misschien ben je nu al meer thuis met deze dagen. Heb je de laatste week van het jaar vakantie, net zoals ik. Je kunt toch nergens naartoe met deze lockdown. Dus misschien heb je wel tijd over. Kun je eventueel dus die tijd gebruiken om te kijken of je nog kan gaan besparen voor het komende jaar. En dat kan dan zijn op zaken zoals je zorgverzekering, internet en tv of andere abonnementen. Er zijn gewoon heel veel dingen waarop je kunt besparen. Vaak ook heel makkelijk. Het kost je nu even wat tijd. Maar zeker de dingen die maandelijks terugkomen kunnen dan toch vrij snel een grote besparing opleveren. Al is het maar 200 euro per jaar. Kijken we naar de meeste mensen van mijn kanaal. Die moeten misschien nog een jaar of 35 tot aan hun pensioen. Op die manier, als je dat geld dan weer zou kunnen investeren, dan kom je toch uit op bijna 30.000 euro extra vermogen dat je kunt opbouwen. Dus dat is zeker interessant om er nu even wat tijd in te steken. En op mijn website heb ik daar verschillende vergelijkers staan. Bovenin het menu kun je, zoals gezegd, die zorgverzekering, energie of alles in één vergelijken. En op die manier dus snel, makkelijk veel geld besparen. En dan het laatste onderwerp van deze video. En dat is knallend het jaar uitgaan. Want ik geloof vorige week ook dat ik heb jullie gevraagd op Instagram of via mijn Instagram van willen jullie in de laatste week van het jaar tussen kerst en oud en nieuw meer video's zien? Nou, overtuigend antwoord was ja. Ik denk dat mensen inderdaad meer tijd hebben. En dus ga ik volgende week van maandag tot en met vrijdag elke dag een nieuwe video posten. Video's waarin we terug gaan kijken naar het afgelopen jaar van waar komen we vandaan?
welke plannen hadden aan het begin van het jaar. Wat is ons gelukt, wat is niet gelukt. Welke dingen hebben we gedaan dus om op het punt te komen waar we nu zijn. Laten we ook vooral gaan kijken hoe we er aan het einde van 2020 dus voor staan. Met mijn vermogen, met mijn beleggingen. Dat ga ik uitgebreid bespreken in dit soort video's. Maar ook zeker aanstaande vrijdag dan meteen een vooruitblik op 2021. Welke plannen en doelen heb ik dan? Dus elke dag een video, misschien wat korter, misschien wat langer, om te vertellen over mijn situatie, welke keuzes ik maak, welke effecten deze keuzes hebben gehad, in de hoop dat ik jullie daarmee kan informeren, inspireren, dat we allemaal ook in 2021 weer een mooi jaar van kunnen maken. En daarmee wil ik dan ook eigenlijk deze video afsluiten. Wil ik je weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog, dan weet ik welke video's jullie interessant vinden. Kan ik meer van dit soort onderwerpen behandelen. Maar deze video wordt ook aan meer mensen aangeraden. Meer mensen krijgen hem dus te zien op YouTube, dus dat zou ik erg waarderen. En wil je nou nog zelf meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week 3 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik dus even onder deze video op abonneren. Klik eventueel op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een video online staat. En zeker komende week zul je regelmatig dus een notificatie ontvangen als er elke dag, denk rond 5 uur, een video online komt. Maar in ieder geval op die manier mis je nooit meer iets. Zou ik zeggen, nog fijne kerstdagen en dan hoop ik jou bij de volgende video weer terug te zien.